gaan we volgens mij een documentaire maken. Documentaire kijken. Het doel van het programma is eigenlijk om kinderen iets meer een inkijkje te geven in de wereld van film. In het bijzonder dan, hoe echt is nou eigenlijk dat wat we zien? En in hoeverre is een documentaire ook iets wat wordt gemaakt door een maker? Ja, je hebt natuurlijk wel iemand nodig die het verhaal heeft natuurlijk. Want zonder het verhaal, ja, lukt het niet echt. Heel veel mensen met camera's, heel veel aandacht, heel veel tijd. En dat je de emoties goed kan zien. En de muziek is heel erg belangrijk. Nou, het leuke aan jeugdprogramma's geven is dat de kinderen in de zaal echt heel enthousiast zijn. Ik vond het een hele leuke voorstelling. En het was ook gewoon een soort van heel dat ze door wilden gaan. En het is gewoon een hele mooie film. Altijd door blijven gaan. Alleen als je het leuk vindt. Als er iets misgaat, ga je gewoon verder. De verhalen van mijn grootouders is een programma. We staan daar 3 documentaires. Die praten eigenlijk over geschiedenis en een familiegeschiedenis. Met deze programma willen we eigenlijk praten over herdenking, over trauma's en over rouwen eigenlijk. We hebben vandaag 3 films gezien. Eerst ging over een NSB-collaborateur en het familieverleden ontdekken daarvan. De tweede ging over de Joegoslavische burgeroorlog en over een vader en dochter die een gesprek met elkaar hadden over of het wel de juiste keuze was om te vluchten en ook te blijven. En de derde ging over de Rwandese genocide en het verleden daarvan ontdekken. Een heel heftig verhaal en ook omdat ik bij hem ook de emoties in zijn ogen zag en in zijn gezicht. Hele lange stiltes waarin je echt gewoon merkt van het doet je wel wat natuurlijk, want het is heel heftig. Vandaag heb ik wel wat meer geleerd over de Tweede Wereldoorlog, hoe het was. Dus met dit vond ik het wel interessant dat ik meer over Nederland ga leren, wat er was gebeurd. Documentaires kijken, dat is iets wat ik wel meerdere keren heb gedaan met school. En dat is elke keer interessant, want ik krijg elke keer een ander verhaal te zien.